Yo, Vaco Gamers, Les hier. Welkom terug bij meer Minecraft Survival hier op Vaco Games. Jongens, het ging gisteren weer super lekker met de likes. We zitten richting de 4000 op het moment dat ik dit aan het opnemen ben. Dus dat is super tof. Hartelijk bedankt daar weer voor. Voor vandaag heb ik een aantal dingen te doen. Ik wilde namelijk gaan proberen om het pootje van Corren, en ik heb ze daar in één keer goed, jij, om dat in één keer af te maken. Want Corren heeft nou echt zo'n rode teen. Het is net of hij me ergens tegenaan gestoten heeft. En dat kan natuurlijk niet. Dus ik heb extra goud nodig. En, heel toevallig, in deze grot was er ook nog een paadje dat naar links ging. En daar ben ik nog niet geweest. Dus ik denk, laat ik die twee dingen nou eens even combineren. En dat ik dan linksaf ga en meteen Corren een goed pootje geef. Dat lijkt me wel goed. Maar eerst even de deur dicht. Klunk, zo. Dan weten we in ieder geval zeker dat er niks binnenkomt. Random bouwcrap. Dan gaan we eerst eens eventjes een paar spullen dumpen. Want dit kan natuurlijk allemaal niet. Steen, daar gaat dit in. Blok of kwarts stop ik even in de stufferrijke tatas. Want dat stond daar. Klei. Dan moet ik ergens anders nog dumpen. Kijk, het is leuk altijd georganiseerd. Maar ik ben wel constant bezig met allemaal zoeken. Oh, die had ik nog niet. Die had ik nog niet. Jungle sapling. Net zoals vroeger met Pokémon kaarten spelen. Pokémon kaarten verzamelen. Die had je ook nooit allemaal. Waar zijn de dode bomen? Daar. Dode bomen daarbij. Dode bomen daarbij. Dode bomen daarbij. Och, maar kijken hoeveel dode bomen ik heb. Nee, andersom. Zo, heb. Oké, cacao beans. Die gaan in Stuffermeermond te stoppen en op te kauwen. Dit is random bouwcrap, denk ik. Flint. Ja, dat heb ik daar al nog gecategoriseerd. Stokjes zaten bij de dode bomen. Dit kan bij vreten. En het emmertje kon er ook bij. Nee, laat ik een emmertje water meenemen. Je weet nooit wat goed voor is. Diamond shovel die bijna kapot gaat. Great. Laat ik er ook even een nieuwe van maken. Waar is mijn rijke stuff? Daar. 1. 1 diamond. Dan heb ik ook 2 stokjes nodig. 1, 2. Hoppakee. En dan kan ik in ieder geval zo veilig de grot in. Heb ik fakkels? Nee, natuurlijk heb ik geen fakkels. Je moet jezelf wel een beetje voorbereiden, Vaco. Anders gaat het natuurlijk niet. Nieuwe schep. 1, 2, 3. En ik heb ook vaak gezien van, waarom maak je een diamond schep? Omdat ik het leuk vind. Ha! Echte tata's lopen met een diamond schep rond. Zo. Ik ga even slapen. Ik vertrouw dit niet. Ik weet dat ik zo meteen onder de grond ga en dat het daar geen ene hol uitmaakt of dat het nou dag is of niet. Enge monsters. Maar bang. Ga gauw weg. Zo. Weg ermee. Nou, Nugget, welkom noemen. Sorry. Jij bent Corren natuurlijk. Ik moet er een bordje bij zetten. Ik vergeet de hele tijd zijn naam. Zo, laat ik even dit doen. Dan kan ik makkelijker inspringen. Oké. Heb ik nog mijn zwaard bij me? Mijn zwaard of doom, dat heb ik. Hoppakee. Oké, nou, let's go. Let's go to the African. Even kijken. Hier ging ik ergens verkeerd. Ik ging volgens mij hier naar rechts, terwijl ik hier ook nog naar links kom. En daar ben ik... Ja, kijk, zie je? Hier ben ik nog niet eerder geweest. Dus dat moet ik nog even doen. Waar is mijn pickaxe? Unbreaking, laat ik die pakken. Zo, heel voorzichtig. Ik hoop dat ik hier genoeg goud vind. Zodat ik zijn pootje af kan maken. Ik vind het zo zielig, hè. Er staat er dan zo'n mooi standbeeld en dan gebeurt er niks mee. Ho! Lasje dondert naar beneden. Oh, Lasje is er wel een keertje eerder geweest te zien. Maar Lasje heeft er dan alleen maar een fakkeltje neergezet en that's it. Oh, er ligt in ieder geval een hoop gravel. Onthouden. Want als ik ooit een keertje gravel nodig weer heb, dat ik het daar vandaan kan pakken. En ik heb binnenkort gravel nodig, dus ik moet eigenlijk gewoon straks een keertje hier gaan zoeken. Om naar deze hele aflevering gravel te gaan hakken, dat vind ik ook weer zoiets. Ik wil namelijk... goud hebben. Heel veel goud. En dit. Ik kik namelijk ook op kool. Gewoon een grote verzameling kool. Vind ik ook tof om te hebben. Zo. Hup. 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 Kom. Het kool, dat kan je namelijk altijd gebruiken. Ik kan altijd kool gebruiken. En als je het nodig hebt, dan heb je het niet. Omdat je het niet meegehakt hebt. Dan van, ja, het is maar kool. Dat heb ik niet nodig. Jawel. Je hebt wel kool nodig. Het is de potverdorie survival. Je hebt toch kool nodig om je spullen mee te smelten? Als ik nou goud vind, hoe kan ik het dan smelten zonder kool? Dat kan niet. Dat is raar. Ik hoor allemaal enge monsters. Ik denk dat ik dit met fortune moet hakken. Dat is veel beter. Fakkeltje. Dit was fortune, geloof ik, hè? Ja. Misschien dat dat toch iets oplevert. Werkt dat ook met bloks? Waar je blokken van krijgt? Of werkt dat alleen met dingen waar je oor van krijgt? Want kijk, nu heb ik deze... 16 iron ore, maar dat valt volgens mij onder de categorie blocks. En niet onder dingen die uit een ding komen. Kijk, als je bijvoorbeeld met... Oh, het loopt hier dood. Great. Ik hoor wel water. Heel zachtjes, maar ik weet niet waar. Normaal gesproken, als je dan met bijvoorbeeld op een... op zo'n groen ding, hoe heet het ook alweer, emerald hakt... Dan is er niks aan de hand en dan krijg je gewoon extra dingen. Maar dit werkt blijkbaar met blocks niet zo. Zal ik daar nog naartoe gaan?
Er was nog een hele grotte achter, dus who gives a fuck? Laat ik dat gewoon doen. Oké, we kunnen nog dieper. We kunnen dieper. Oké, gaan we dieper. Is goed. Oké, daar hebben we die Hubbleflap weer. Ik ben elke keer mijn woorden kwijt. Dat is helemaal niet de bedoeling. Dan wil ik zeggen mineshaft en dan weet ik niet wat het is. Dan had ik er even over na kunnen denken, dus nou weet ik wat het was. Maar elke keer als ik een woord nodig heb, dan ben ik het woord kwijt. Ik ben gewoon een beetje dom, denk ik. Ho! Hoi, buddy. Je staat er goed, hè, beneden. Blijf daar vooral staan. En doe vooral geen gekke dingen. Geen gekke dingen doen, niet jezelf opblazen en zo. You are not a motherfucking terrorist. Dat kunnen alleen terroristen doen. Zo, kijk eens. Gaat hier nog helemaal door je? Oh, nee, toch niet. Elke keer als ik roep dat het helemaal doorgaat, dan komt er daarna een einde aan. Ik sta hartstikke voor lul bij jullie. Oh, dat wil ik niet. Ik wil niet voor lul staan, hè. Dat is niet de bedoeling. Dat kan niet. Ik heb trouwens goud nodig. Daarom ben ik hier. Ik ben hier niet om te derpen. Ik heb helemaal niet zo heel veel goud meer nodig. Ik heb nog 9... 12 goud heb ik nog nodig. Want ik heb er nog 6. Dus ik heb er nog 12 nodig. Kom hier, buddy. Ontplof. Hey. Lekker voor je. Lekker voor je. Zo. Allemaal fakkeltjes. Oh, nog meer. Oh, jongens. Nou, kom op. Ontplof. Ontplof, buddy. Buddy. Ja, goed zo. Hoi, buddy. Ontplof. Wees depressief en blaas jezelf op. Zo. Fakkeltjes erbij. Om nom nom, wat gezellig hier. Ik ben hier al een keertje eerder geweest, joh. Maar sommige gangen heb ik helemaal nog niet gezien. Zoals deze. Dus hopelijk zit hier nog ergens goud. Dat ik niet gezien heb. Hey, spanner! Oké, hoe gaan we dit doen? Zo, hè, met een zwaard. Dat werkt het beste. Wat is dit voor spanner? Auw! Hey! Laat dat eens eventjes. Doe dat even bij je moer thuis. Niet bij mij. Ik schrok met apenlazeres. Oh, hoi. Voor jou ook. Oh, niet ontploffen hier! Nee! Goed zo. Ga weg. Lelijkert. Niemand mag jou. Ga weg. Hier zitten spinnen. Spinnenspawner. Gezellig. Kan ik ook nog wat mee doen. Zien ik ooit eens een keer een spinnenspawner trap gaan maken. Als ik daar zin in heb en als ik weet hoe het moet. Moet even eten trouwens. Nam nam nam. Lekker een steekje hier onder de grond. Geef mij goud. Geen doodlopende tunnel. Geef mij goud, zei ik. Een doodlopende tunnel is geen goud. Dat geloof ik niet. En ik geloof ook nooit dat er daar goud in de buurt zit. Wel overal ijzer, maar dat hoef ik allemaal niet. Al die meukenzooi, ik kom om in de ijzer. Het ijzer, moet ik zeggen. Oh, wat? Dit was de ingang. Of het... Ik zit de hele tijd te boeren. Ik heb melk zitten drinken net. Had ik niet moeten doen. Als je melk gaat drinken... Of cola, voordat je gaat opnemen. Wees slim, doe het niet zoals ik en doe het niet. Kom op, blaas dat ding op. Oh, god, nee. Come on, niks zo irritant als die babyzombies. Hou al op! Hou op! Zet het je vervelio's. Oh god, ook nog zilvervis. Ga je moer pesten! Niet mij. Zet het je derp dingen. Ga je iets anders pesten of zo. Niet mij, ik ben bezig. Godsemikkie zeg, wat denken ze wel, ja? Laten we Les eens eventjes aanvallen. Die is tenslotte bezig met opnemen. Zo. Weg dat ding. Oh, hey. Waarom staan jullie daar met z'n allen? Kunnen jullie er niet tegenop? Ja, vervelend is dat. Dat is vervelend, jongens. Ik weet het. Ik zou jullie uit je lijden verlossen. Zo, hup. Sterf, scheidbeesten. Ben ik ook al een keertje eerder geweest. Goud. Oh, ik schrok. Mr. Vleermuis. Wil je dat dit meer doen? Mr. Vleermuis. Hé, er zit er een... spawner. Ho! Ah! Nee! Weg ermee. Ga weg. Ik zat vast. Not cool. Het is hier helemaal ingestort, joh. Check dit. Het kan niet. Gaat hier gewoon helemaal verder. Oké, dan gaan we straks even heen. Laat ik even een paar fakkeltjes neerzetten, zodat ik zeker weet welke kant het op is. Dus die kant op, Lars. Zo. En dan gaan we eens kijken of we daaruit kunnen komen. Veilig. Zonder dat die beesten me aanvallen. Auw. Die deed zeer. Dat was gemeen. Niet doen. Auw. Niet doen. Niet doen. Oh, music disc. Auw.
Come on! Zo, hé, hey, kijk nou eens, weer zo'n ding gevonden. Huppakee. Dat zien we graag. Wat zit hierin? Zadel. Music disc. Name tag, gunpowder, redstone mag je houden. Don't need that one. Nog een... Dan heb ik in één keer een zadeloverschot. Oké, tof. Ik vind het goed. I'll take it. En een emmertje. Zo. Wauw. Dan heb ik in één keer weer een overschot aan zadels. Ik kan een hele manege gaan oprichten hier. Misschien dat ik dat maar moet gaan doen. De Vaco manege, waar iedereen zijn eigen paard heeft. Zo, die heb ik ook mee. En nou, die gang in. Waar was het ook alweer? Daar en dan die kant op. Als ik mijn pijltje mag geloven. Ja. Kijk eens eventjes. Eerst nog even het eten. Nam 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 nam. Zo. Zeg me niet dat het weer doodloopt. Oh. Elke keer als ik iets tofs vind, dan loopt het dood. Of het is er niet meer, of het houdt op en... Bah. Maar dat is niet cool. Dan zit ik hier wel opgesloten. Als Penny Buddy. Ja, ik sloeg je tegen je aars. Loser beest. Oh my god, wat ben je dom beest. Daar loopt lava, denk ik. Ja. Kom, zwemmen. Ja. Hoe diep zit ik eigenlijk? Hoe diep zit je, Lars? Nou, dat ga ik eens even uitzoeken. Ik hoor het je roepen. Ik hoor mensen roepen, hoe diep? 11. Oh, dan zit ik op diamond level. Dat is goed om te weten. Brrr, ik hoor allemaal beesten. Ik ga diamond zoeken, ik ben er nou toch. Fuck dat goud. Ik ben ook nog in één goud tegengekomen. Waarom niet? Dat vind ik raar en niet plezant. Zouden de Belgjes zeggen. Het is toch niet plezant, hè? Dat is zeker niet... Oei, diamonds! Waarom precies boven de lava? Fuck jullie, diamonds. Fuck jullie. Nou, oké. Moet maar. Het moet maar. Ik wil gewoon dit helemaal dicht hebben dan. Het zijn er ook echt 3, dus dat is wel... Wil ik wel hebben. Zo. Gelukkig kan ik hier wel op de lava allemaal bouwen. 12 hier dan weer. Auw! Dan heb ik geen spullen meer. Great. Oh, jawel, jawel. Ik heb dirt. Oh, oh. Niet te snel roepen, Lars. Kom. Bouw er een plekje. Zo. En dan hier. Kom op, Lars. Bouwen met die meukentroep. Ik wil die diamonds hebben. Zo. Oké. Okay. Dit is mijn fortune pickaxe. Ik heb er nu 0 bij me. Holy shizzle for the whistle. Diamonds galore. 13 stuks. Hoppakee. In de motherfucking pocket, jongen. Damn, ik ben een rijke tata. Rijke tata voor de win. De Vaco is een rijke tata en dat vindt hij leuk. Hey! Laten we gauw deze kant op hakken. Net zolang er nog wat leuks tegenkomen. Ik ben die tunnels ben ik helemaal zat. Ik wil mijn eigen tunnels maken. Eigen tunnels zijn cool. Ze zijn veel cooler dan die andere. En ik wil namelijk ook gewoon weer diamonds. Ik ga deze aflevering gewoon rijke tata... Hey, goud! Rijke tata's voor de win. Kijk, zie je wel. Als je zelf graaft, kom je wel goud tegen, hè? Dan kan het in één keer weer wel. Waarom kan ik het niet meenemen? Nee, ik wil geen redstone. Ook geen de cobblestone. Goud, ja, dat is wat ik wil. Zo. 6 goud. Dat is niet voldoende voor een extra stukje teen. Alhoewel, dat is wel, wel genoeg. Want ik heb er nog 6. En dan kan ik er nog een stukje bij maken. Dus ik heb nog 6 goud nodig. Nog 6. Come on, dat gaan we vinden deze aflevering. Dat gaat gewoon lukken, dat weet ik zeker. Beetje positief blijven. Mijn schep gaat eraan, dat was niet positief. Ik wil gewoon vandaag zijn teen af hebben. Want hij ziet er zo zielig uit zonder teentje. Als een kip die zijn teen gestoten heeft. En dat kan natuurlijk niet. Het is een motherfucking heilig standbeeld. Dus die moet wel een beetje met respect behandeld worden. Altijd als je thuis ook een heilig standbeeld hebt. Altijd met respect behandelen. Alleen als het een standbeeld van keepers, hè. Anders hoeft het niet. Come on, hak er doorheen. Geef mij al die meukenzooi. Ik wil goud, ik wil goud. Geef mij al die meukenzooi. Geef mij nou dat goud. En ga je naar rechts. Fuck it. Vind ik het veel leuker. Altijd naar rechts, hè. Als je kan twijfelen tussen links en rechts, altijd rechts. Altijd. Zelfs in het casino. Als ze vragen van wil je het op rood of zwart zetten, altijd op rood. Altijd. Maakt niet uit wat er gebeurt. Als zetten ze een gun op je hoofd en zeggen ze van je moet het op zwart zetten. Nee, niet doen. Altijd op rood. Rood is veel cooler namelijk. Zo. Ik wil geen dirt. Ik hoor trouwens weer een skelet. En volgens mij naderen we weer een andere mijngang. Ga
Gaan we hier naar links? Kijk! Oh ja, toch naar links gemoeten blijkbaar. Oké. I'll take it. Laten we het er eens eventjes omheen hakken. Kijk. Holy shit, diamonds are forever. Dit zijn tenminste diamond stacks. He, eindelijk. Heeft een tijd geduurd. Dan heb je ook wat. Ik word gewoon nog rijk. Ik had die snavel van hem had ik van diamond kunnen maken. Hier zo rijk als dat ik ben. Zo. Hoppa, kijk eens. Ik heb er nu 13 geloof ik, hè? Ja, 13. Hoeveel hebben we er hierna? Alles opgepakt. 27. Yay! Ik ben blij, ik ben blij. Oh god jongens, als jullie nou ook nog over de 4000 duimpjes heen komen, dan ben ik helemaal tevreden. Dan gaat het me helemaal goed af. Holy shit. Elke dag zitten jullie er heel dichtbij trouwens. Behalve met die uitdaging. Die uitdagingsaflevering zit al dus op de 6000 duimpjes ondertussen. Dat is echt bizar. Ik dacht 4000, nou ja, dat kunnen ze redden, maar dan moeten ze wel een beetje hun best doen. 6000. Wauw. Echt tof. Ik heb volgens mij nog geen enkele aflevering die 6000 duimpjes heeft. Serieus waar niet. Voor mij is dat de enige aflevering die 6000 likes heeft gehaald. Wat echt super tof is natuurlijk. Want ik wil gewoon natuurlijk ook likes op mijn video's. Hoppakee, zo. Oh, niet goed. Daar. Ik denk dat ik zo meteen weer terug ga naar boven. En dat ik mijn goud wel een keertje ergens anders vandaan ga halen. Ik hoor wel allemaal enge dingen. Maar ik wil gewoon dat goud hebben. Nog 6 en dan ga ik naar boven. Kijk, een tunnel. Hè? Hallo? Als ze me nou hier opblazen, dan ben ik echt gewoon depressief en dan stop ik ermee. Ho! Nee! Nee! Ho! Wil jij mij nooit meer zo laten schrikken, beest? Damn! Doe even niet. Ik wil nog geen hartstilstand, alsjeblieft. Ik ben 25. Ik kan geen hartstilstand op mijn 25ste gebruiken. Eigenlijk. Waar heb ik al een keertje eerder geweest? Ja, goud. Hey, hoi. Hoi. En dat zit hier weer... Wauw. Zit hier weer helemaal vol met kamers. Ik ga deze gast even afmaken. Zo, kom hier. Hier, sterf. Hier. Hup. Auw. Zijn er nog meer? Holy shit, dit is weer zo'n gigantisch cave system. Waarvan ik niet weet wat ik ermee aan moet. Elke keer weer. Kom ik aan het eind van een aflevering in zo'n gigantische cave terecht. 1 goud. Wauw, het is de motherfucking moeite. Het is de moeite zeg, kom op. Laat ik dan deze kant op gaan. Ik vermoed dat hier meer goud zit. Jullie bewaken het goud, hè? Zodat je lelijke creepers. Jullie bewaken goud, ja dat is het. Daarom zijn jullie hier. Om het goud te bewaken. Nou, ik kom jullie goud gewoon pakken hoor. I don't give a fuck, kom hier. Jullie hebben geen goud. Jullie stonden dan natuurlijk om mij te laten denken dat er goud zat, maar er zat helemaal geen goud. Haha, zijn dat je slimme creepers? Ach, de beesten tegenwoordig zijn zo slim. Zit hier diamond? Het gaat daar nog verder. Ik ga er overheen, fuck dit. I don't give a fuck. Ik ga er gewoon. Ik ga er gewoon voor, Lash. Dit gaat helemaal goed komen. Uh-oh. Als ik nou van achter word aangevallen door een creeper, dan hebben we niet een grootes probleem, ja? Loopt daar een canyon? Wat? Check hoe groot het daar verder gaat, joh. Waarom heb ik de meest epische gebouwstructuren ondergrond zitten en waarom heeft niemand mij er ooit wat over verteld? Dit is gewoon echt vlak bij mijn huis. Waarom kom ik hier nou pas achter? Dit is echt bizar. Dit is gewoon baas. Dit zijn nou dingen die gewoon echt baas vindt aan Minecraft. Dat je in één keer in zo'n... Oh, nee, dit dan weer net niet. Maar dat je in één keer bij zulke dingen komt dat het in één keer er zit. Ik ga dit water even weghalen. Want ik vind dit een beetje heel erg vervelend. Niet in het water vallen, in de lava vallen, daar. Nee! Dan moet ik er helemaal omheen zwemmen. Zo, hup. Oké, drain them shizzle. Obsidian overal. Hehe. Zo. Wat de hel? Het lijkt wel een kathedraal, joh. Zo groot is dat het is. Dit komt helemaal van daarboven. Dat is niet goed. Uh-oh. Oh, wacht. Ik heb nog gelukkig. Zo, kom erop. Ja. Zo. En hup.
Zo, dan gaan we hier gewoon vrolijk verder. Ik wilde een einde maken in deze aflevering. Ha, gaat de lava maar in. Loser. Lekker zwemmen in de lava. Oh, lekker. Ik snap het wel hoor. Hij wil natuurlijk gewoon een heet bad hebben. Maar dan moet hij gewoon aan zijn moedertje vragen of het bad wat heten mag. Dan moet hij niet in de lava springen, dat is gewoon een beetje dom. Zo, heel voorzichtig, heel voorzichtig, heel voorzichtig. Ik wil hier niet doodgaan. Echt niet. Hup, stepping stones. Als ik hier dood ga, dan ga ik echt gillen. Dan ga ik echt gillen. En dat willen we niet. Oh, hier is het einde. Hey, goud! Zie je wel, er is altijd goud aan het einde als je me doorzet. Als je me doorzet, word je altijd beloond met goud. Dat is met de Olympische Spelen zo. Dat is ook met Minecraft zo. Zo. Laat me zeggen, het is mijn goud zeker? Ja, tuurlijk. Zal ik eens een keertje meer zijn, zeg. Hoe diep zit ik? 17. Ik denk dat ik gewoon weer naar boven ga. En dat ik mijn goud ergens anders wel een keertje vind. Ik word hier een beetje moe van elke keer onder de grond. Ik kan hier recht naar boven graven. Waarom ook niet? Fuck it. Als er lava komt, dan moet ik gewoon heel snel... Heel snel graven. Het is de meest domme manier om naar boven te komen, I know. Maar het moet eventjes. Ik heb geen zin om echt zo'n hele trap uit te gaan lopen graven. Fakkeltje erbij. Ik ben benieuwd waar ik zit. Waarschijnlijk heel diep. Ah, zo, ga weg. Donker, 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 donker. Laat ik een fakkeltje in de muur hakken, dat is beter. Zo, kan ik tenminste zeker zien wat er is. Oké, Lars. Hou je muisknop gereed voor het geval dat er weer iets naar beneden komt zetten. Zoals gravel. Wat je niet wil hebben. Oh, nu is het weer, donker natuurlijk. Stom. Waarom had ik daar niet eerder aan gedacht? Als ik zo trouwens onder water terechtkom. Oh, dan heb ik een probleem. Of onder gravel, wat ik niet wil. Ik hoor wel water om me heen. En ik wil niet in het water eindigen. Ik heb motherfucking 27 diamanten bij me. Ik ben de rijkste... Uh-oh. Dit dus. Dit dus. Dit bedoelde ik. Heel erg fijn, Lars. Echt goed gedaan. Maar hoe diep is het? Laat ik even eten. Hoe diep is dit hier? Gaat dit lukken? Kan ik deze scuba... Ik denk dat ik deze scuba dive wel kan halen. Wat stroomt hier naar beneden? Dat is vervelend. Uh-oh. Uh-oh. Ja? Ja! Hoppa! Uh-oh. Uh-oh. Waar de fuck ben ik? Waar is dit? Help! Paniek! Vuurtoren! Hey! Dit is toch bizar? Ik zou eigenlijk denken dat ik daar zit. Met die hele hoge toren daar in de verte. Uh-oh. Dit ga je menen. Dit ga je menen. Ik ga wel cactus meenemen. Of heb ik weer wat leuks voor op mijn farm? Dat riepen mensen ook. Ja, je hebt geen cactus op je farm. Ja, wat de fuck moet ik met cactus? Cactussoep maken of zo? I don't get it. Die dingen prikken als je ze in je mond stopt. Heb je ooit eens een keer geprobeerd om cactus te eten? Nou, ik niet. En ik ga het niet doen ook. Dat is een hartstikke dom man, cactus eten. Waar is mijn... Survival wereldje. Daar is de jungle. Dus dan denk ik dat het hier zo meteen rechtsaf is. Denk ik. Denk ik. Normaal gesproken zou dat wel zo moeten zijn. Ja, het is hier gewoon rechts. Het is hier over de bergen. En dan door het dal. Over de bergen en door het dal gaan wij naar oma toe. Het paard weet de weg. Ik heb geen pech. Het is nog lang niet moe. Oh, ik wil hier weg. Ik wil naar huis. Ik wil slapen. Kan ik deze sprong redden? Leroy! Ja, goed zo. Ik heb gewoon eens een keer een parcours jump goed gedaan. Goed zo, Lars. Goed bezig, jongen. Goed bezig. Het moet hier ergens zijn. Dus Leroy Jenkins, 369 scope all across the map. Hoppa. Hoe noemen ze dat ook alweer? 360 no scope across the map. Dat is stoer namelijk. Dat is echt baas als je dat kan. 360 no scope across the map, jongen. Wat wil je nou, jongen? Ik kan 360 no scope across the map.
Ah, sloepetjes. Hier is een tunnel waar ik niet in ga. Niet jezelf af laten leiden, luister gewoon richting huis, want deze aflevering is al lang en lang genoeg. En als je niet uitkijkt, dan wordt het een XXL aflevering. En dat moet wel speciaal blijven natuurlijk. Dat moeten we wel speciaal houden. Zie dat ik het van het weekend nog eens een keertje ga doen. Hé, kijk eens. Daar zijn we weer. Hallo. Zo, tadaa. Weer thuis. Hé, jongen. Weet je zelf? Ik ben die rijke tata, jongen. Yo, Korn. Fuck jou. Je krijgt straks pas je gouden teen. Ik ben namelijk die rijke tata. En I don't give a fuck about iedereen. Fico Gamers. Ik ga jullie vragen om een gordijnpje te doen als je dat nog niet gedaan hebt. Heel veel mensen doen dat natuurlijk al super lekker. We halen de 4000 likes met gemak als we daar een beetje ons best voor doen. En ik zie jullie natuurlijk morgen weer hier bij meer Minecraft. En dan, wat de fuck zijn jullie te doen? Hij staat het stamboot te bewaken. Oké. Als jullie nog gewoon even een like op deze video doen, helpen jullie mij enorm. Ik hoop dat we de 4000 weer gaan redden. Maar voor nu, daar was ik mee bezig. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het abonneren op Fico Games. En ik zie jullie dus morgen bij meer Minecraft Survival. En dan gaan we iets bedenken voor deze diamonds. Nog geen idee wat. Mazzel!